Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Voor de mensen die me niet kennen, ik ben Sarah Verwoerd. En ja, ik heb vandaag voor jullie, zoals jullie zagen, een mega shoplog van Shein of Shein. Het ligt eraan hoe je het uitspreekt, iedereen zegt het weer anders. Maar dat is een, ja, eigenlijk als je die kent, een website waar je heel veel goedkope kleding hebt. En ik heb daar heel veel besteld, dus ik ga jullie laten zien wat ik allemaal besteld heb. En ik ga natuurlijk ook passen, een try-on, laten zien wat, ja, hoe het staat. Ook zal ik van alle artikelen sowieso een linkje in de beschrijving zetten, dus kunnen jullie meteen vinden. Voordat we beginnen met de video, vergeet zeker niet om mij te abonneren. Ik zou het super leuk vinden als je ook het notificatiebel aanzet. Hierdoor krijg je namelijk een melding binnen als ik een nieuwe video plaats. En zo hoef je dus geen één video meer te missen. Als je benieuwd bent naar alle leuke outfits die ik heb, geef dan zeker een duimpje omhoog. En ja, als je een vraag hebt of een reactie, kan je die natuurlijk altijd beneden in de comments stellen. Ik heb twee grote zakken vol met kleding. Ik heb deze al opengemaakt, want ik wist niet zeker of dit was. En deze ook, maar ik heb nog niet ingekeken. Maar holy shit, besef dit. Zoveel kleding. Maar ja, het is best wel goedkoop. Het komt gewoon allemaal uit China. Ik ben voor deze bestelling was ik volgens mij 120 euro kwijt. En ik heb echt bizar veel kleding. Sorry als ik de hele tijd aan mijn haar zit. Ik zit sowieso de hele tijd aan mijn haar. Het is heel irritant. I'm sorry. De mensen die me echt volgen. Ik heb de laatste tijd een beetje moeite met mijn weekvlogs. Ik weet niet. Ik vind het niet heel leuk meer om te doen. Maar ja. I'm sorry. Als je wel de weekvlog leuk vindt, geef dan nu een blauw duimpje omhoog. Want ik vind het echt oprecht heel leuk. Maar ik weet niet. Ik vind het niet heel leuk meer om te doen. Ja, ik weet niet of mensen het wel echt leuk genoeg vinden dat ik door moet gaan. In ieder geval, laten we gewoon beginnen met de video. We beginnen met deze tas. En ja, deze heb ik dus al opengemaakt. Want ik was gewoon te benieuwd. Want dit was 3 dagen geleden binnengekomen. En dit was echt net binnengekomen. Toen dacht ik, oké, het is binnen. Ik ga meteen een video opnemen. Dit is in ieder geval een heel leuk topje. Ja, als je dit zo ziet, denk je echt, wat de fuck is dit? Maar je moet dit dus zelf helemaal om je heen knopen. Ik denk... Ja, ik ga zo meteen. Ik ga nu gewoon alles even laten zien. En dan plak ik beeldjes door. Nee, dat weet jullie niet. Ja, ik vind deze sowieso heel erg leuk om in uit te gaan. Nee, ik ga dit niet zo doen. Wat zit ik te doen? Deze kostte 11,12 euro. Ja, het zijn een beetje rare prijzen. Omdat het volgens mij is omgerekend naar dollars. Of van dollars naar euro omgerekend. Ik weet niet. Oké, weet je, ik ga het gewoon meteen passen. Want. Ik ben gewoon te benieuwd hoe het staat allemaal. Dus ik ga het gewoon meteen passen. Oké, ik hou hem even zo, want anders zie je mijn BH. Maar je hebt hier dus 2 losse slierten. En die moet je zo om jezelf heen wikkelen. En ja, dat maakt niet echt uit op welke manier je dat doet. En dan moet je hem vastknopen. Je moet weer zelf even kijken hoe je dit allemaal wil hebben. Want hierachter zit het dan ook weer... Zo, maar ja, ik heb nu gewoon een sportlegging aan. Maar dan doe je hier gewoon een superleuke flare onder of een broek. Ja, dat is superleuk. Gewoon een nette broek misschien. Helemaal leuk. Wat ook wel mooi is, is dat hij gewoon een V-hals heeft. Wel lange mouwen. En dan heb je hier dus achter zo'n strik. Oké, dan was deze, was hier alleen nog een ander ding bij besteld. Deze heb ik nog niet geopend. En dit was een trui, een lichtblauwe trui. En ik heb dus vaak een trui besteld bij Shein of Shein. Ik ga het gewoon de hele tijd Shein noemen, ik heb echt geen zin om dat even wat te zeggen. En die was super dun, dus ja, het was eigenlijk helemaal niet zo heel warme trui. Maar deze voelt echt dik aan. Dit voelt echt gewoon als een wat warmere trui, zeg maar. En dit is een babyblauwe kleur. Super nice. Ik ga hem even aandoen. Oh my god. Hij is zo lekker zacht. Oh shit. Ik had denk ik gewoon... Ai. Ik had eigenlijk... Ik wil hem namelijk een beetje oversized hebben. Ook een maat groter moeten bestellen. Ik heb volgens mij maat S. Maar ik was zo bang dat... Oh, wacht. Even rewind. Ik ben hier helemaal niet in thuis. Toppie die ik net had was maat S. Dit is ook maat S. Maar deze was 14 euro. Maar ik had eigenlijk een maat groter willen hebben. Want ik wilde hem eigenlijk een beetje zo oversized hebben. Maar nu is hij gewoon zo normaal. In ieder geval ook geen drama. In ieder geval, hij ziet er dus zo uit. Ik vind hem verder wel echt oprecht heel leuk.
ja, gewoon lekker warme trui. Hij is echt wel op zich warm en dik. En heeft ook een capuchon, dus dat is ook super chill. En ja, ik vind het wel leuk. Ik vind het ook echt een hele leuke kleur vooral. Nou, dan deze zak. Hier zit super veel in. Hier heb ik nog een mini gekeken. Oké. We pakken als eerst dit. Zoveel plastic. Dat is echt niet normaal. Ik vind het echt erg. Oh ja, deze is heel leuk. Dit is een soort leren jurkje. Oh, je krijgt er ook nog een extra knoop erbij. Maar ik moet deze heel eventjes aandoen. Je krijgt ook zo'n ding erbij. Ik ga het heel eventjes aandoen. Oké, ik heb hem aan. Hij is super leuk, maar veel te kort. Als ik hierin ga bukken, dan gaat het niet helemaal goed, denk ik. Maar het is sowieso, ik had hem sowieso gekocht, maat M al. Want ik dacht, oké, hij gaat sowieso te groot zijn. En, ik bedoel, te klein zijn. Maar ja, het is ook gewoon super leuk als jasje gewoon op een broek of op een legging of zo. En je kan hem natuurlijk ook gewoon open dragen. Het hoeft niet per se dicht. Maar ja, hij is verder wel super leuk. Hij stinkt wel echt heel erg naar plastic. Maar ja, hij is wel heel leuk. Alleen veel te kort. Iets te kort, maar maakt niet uit. Weet je, het is ook gewoon leuk om over een broek heen te dragen. Ik had deze dus in maat M, want ik dacht sowieso al, hij gaat te kort zijn. En deze was €23,25. Maar ja, het is wel gewoon... Ja, ik wilde eigenlijk ook wel gewoon zo'n jasje. Dus je kan hem natuurlijk ook gewoon open dragen. Ik heb er nu niks onderaan, dus ik ga hem niet open doen. Oké, ik ga als volgende even dat broekje pakken. Oh, deze. Dat is dus ook een soort... Ja, zo'n bikershort. In een soort, ja, wat voor stof is dit? Ook een soort glanzende leerachtig. Echt, sportlegging is het niet, dat dacht ik. Maar dit vind ik leuker. Want dit kan ik gewoon met normale outfits aan. Oké, dit staat totaal niet op elkaar. Maar het is gewoon een bikershort. Het is, ja, van een soort glanzend materiaal. En hij is een beetje, best wel heel erg high-waisted. Zit verder wel gewoon mooi. Hij is zo net boven de knie. En ja, dit vind ik gewoon leuk voor de zomer. Ik had er al één, maar dat was meer een soort legging stof. En dit is wel echt gewoon echt een leuke stof wat je kan combineren met echt een outfit. Deze was maar €6,80. En ik had deze in maat M. Ik ga dit huid doen, want het is bloedheet. Ik stik hierin. Niet leuk voor uitgaan dus. Oké, dan gaan we door. Mijn BH schijnt hier een beetje doorheen. I don't care. Dan heb ik als volgende een heel leuk blazerjasje. Zo. Heel leuk blazerjasje. In het zwart-wit. Zo. Of wat een knoop. Ze geven ook wel overal een extra knoop bij. Dat vind ik nog best wel netjes. En deze was volgens mij maar €14 of zo. Ja, 1360 maat S heb ik. Dus laten we hem even proberen. Kijk, het is allemaal niet echt goede kwaliteit. Het is allemaal niet goede stof. Maar ik doe kleding niet zo heel vaak aan. Ik was gewoon benieuwd ja, hoe dit allemaal eruit zou pakken. Oh, hij heeft wel nu al... Oh, maar goed. Doen. Oké, nou deze is dan dus wel weer heel lang. Au. Ik heb nu echt geen leuke outfit eronder. Maar hij heeft geen zakken. Het is echt geen dikke stof, maar ja, weet je, het is gewoon een leuk jasje. Gewoon voor erbij. Gewoon even lekker een jasje eroverheen voor het voorjaar. Of voor whatever wanneer. Kijk als je deze knoop vast doet. Ja, het is toch gewoon een leuk jasje. Staat gewoon leuk en wauw. Nou, ik vind als die knopen dicht zijn, vind ik hem niet heel leuk. Oké, dan door naar het volgende. Dit. Oh ja, is een ja, zo'n doorzichtige ding. Voor uitgaan voornamelijk heb ik dit gekocht. Zeg maar, ziet er zo uit. Ik doe een bralet onder, dus dat ga ik eventjes aandoen. Oké, ik heb hem aan. Nou, ik vind hem super leuk. Ik heb alleen niet helemaal de goede bralets onderaan, maar degene die ik er onderaan wil zit in de was. Maar dit is hetzelfde idee. Ik heb hem nu even hierin gedaan, maar ik vind het sowieso echt niet leuk bij elkaar staan. Maar ja, hij is wel gewoon lang. Hij heeft, zeg maar, die strepen zijn een soort van velvet.
En ja, dit is gewoon leuk voor uitgaan. Ik denk niet dat ik dit... Ja, nou ja, misschien met een jasje erover. Dat ik het nog wel naar school aan zou doen. Ja, verder vind ik gewoon leuk voor uitgaan. Ik heb altijd dingen tekort met uitgaan. En ja, dit is gewoon super cute daarvoor. Ik heb nog zo'n soort iets besteld. Deze besteld. Ik weet het niet eens meer. Maar hetzelfde idee. Oké, ik ga deze nu ook even aan doen. Dat is best wel handig. Oké, nu heb ik deze aan. Deze vind ik ook oprecht super leuk. Deze is iets meer doorschijnend. En met zilveren details. Zo. Ja, super leuk ook. Gewoon leuk met een bralette. Oh, hier zit iets van een kaartje. Dat moet ik even uitknippen. Maar nee, ook heel leuk voor het uitgaan. Ik heb nu gouden oorbellen in. Dat ziet er niet uit. Maar... Ja, buiten adem, holy fuck. Maar nee, super leuk voor uitgaan. Gewoon, ik zweer, dit kledingpas is echt een hele sport. Ik heb het bloed benauwd. Al staan er ook 20 lampen op me afgeschoten. Dus dat is ook heel warm. Oké, dan to the next. We zijn toch bezig met uitgaan, topjes. Dus hier heb ik er nog één. En dit is echt een bandeau. Dit is echt heel koud. Dus echt voor de winter. Holy fuck, ik weet niet wat ik allemaal zeg. Het is echt voor de zomer. Oh. Nou, hij is in ieder geval goud. Wie weet in ieder geval dat ik van glitter hou met uitgaan. Lekker goud. En aan de achterkant moet je hem zo veteren. Maar dat is dus nog niet gedaan. Dus dat ga ik eventjes off-camera doen. Trouwens, ik had bij deze twee topjes allebei in maat S. Oh. Hey. Hey. Yo. Hi. Yo. Oké, ik kwam even wat tussendoor. Maar deze top kost 8,50. En die ander was 6 euro. En allebei in maat S gewoon. Deze kost 6 euro. En maat S heb ik deze. En ik ga deze eventjes aan. En ik heb hem even zo achter gestrikt. Als je het kan zien. Ik ben zelf... fucking blind, want ik heb mijn bril niet op. Oké, nou, ik heb de top aan. Hij is dus heel, ja, bloot. Maar ik vind het wel heel leuk. Hij is lekker glittery. Je moet er wel een strapless BH onder. Een plak BH, maar die had ik niet. Dus ik heb een strapless BH en dan die dingen hierin gedouwd. Maar ja, zo ziet het dus van achter eruit. Zo van voor. Nou, op zich staat dit. Nee, dit staat echt niet zo. Oké, maar ja, superleuk topje dus. Leuk met een kettingje erbij. Dat ga ik gewoon alleen aandoen met uitgaan in de zomer. Lekker, ik ga naar Valencia, dan is zoiets gewoon superleuk. En ja, het is super goedkoop. Maar het is een beetje net een andere kleur goud dan een sieradere kleur goud. Maar het is op zich niet erg. Hij is al super shiny, dus superleuk voor zichzelf. En deze is ook in maat S. Ik weet niet of dat had gezegd. Oké, dan het ene laatste ding. Dat is dit pak. Dit is een rokje met een blazerpak. Dus ik ben super erg benieuwd. Hij is wel iets meer oranje als op de foto. Maar dat is in principe niet erg. Dan heb je hier een rokje. Een rits. Ik hoop dat het rokje past. En dan zo een blazer eroverheen. Het is wel echt een soort neppe stof. Het is heel nep. Maar dat is te verwachten. En dit was ook maar 15 euro, dit setje. 15,30 euro. Ik heb maat S. Maar kijk, hij ziet er op de foto iets minder oranje uit. Ik ga het even aandoen. Oké, ik heb de outfit aan en ik vind hem echt heel leuk. The only thing is dat het rokje eigenlijk te klein is. Ik had het al gedacht, maar ja, hij springt echt bij mijn kont. En ik wist het gewoon, want ik heb gewoon best wel een grote kont als maal. En ja, ik kan niet zitten. Ik denk niet dat ik kan zitten. Op zich is hij niet te kort. Nou, eigenlijk ook weer wel. Maar, oh mijn god, als ik ga zitten, dat kan niet. Dat kan,
Maar dat klapt uit elkaar. En ik had hem eigenlijk gekocht voor het jasje. Want ik wist niet eens dat het rokje erbij zat. Dat zag ik later pas. En toen ook maat S gedaan. Want ik wilde eigenlijk niet maat M doen. Want ik was bang dat het jasje te groot zou zijn. Maar ik wist gewoon dat ik maat S zou doen. Dat het rokje te klein zou zijn. Maar ja, ik kocht hem voor het jasje. Niet voor het rokje. En het jasje vind ik wel echt super leuk. Jammer dat het niet echt samen kan. Ik kan er misschien wel een leuke Insta-foto mee maken. Maar daar blijft het toch wel een beetje bij. Nou, je ziet al die naad. Die naad helemaal... Ja, dat is echt niet best. Vooral verder is het jasje wel echt super leuk. Het is natuurlijk niet echt de beste kwaliteit die er bestaat. Oeh, ik kan bijna niet zitten. Maar ja, dat kan je ook gewoon niet verwachten. Hè? Verder is je wel gewoon leuk. Dus ja, voor het jasje is hem top. 15 euro is alsnog niet erg. En ja, dit zou het dus. Je kan hem ook gewoon dicht en open zo op elkaar. Ook leuk. Maar ja, misschien kan ik het een keer aan. Maar dan moet ik echt een reserve... outfit meenemen. Ik denk namelijk dat het rokje het echt niet lang gaat volhouden met dit gezeik. Oké, en dan zijn we weer bij het laatste item aangekomen. Als je wil niet weten hoe dit er nu uitziet. Het is echt niet normaal. Oh nee, ener. Ik heb nog een ketting. Die laat ik eerst even zien. Deze was 3 euro. Maar gewoon een leuk kettingtje voor erbij. En deze is gewoon leuk. Om zo erbij aan te doen. Dat is toch gewoon leuk. Maar voor mij is het wel. Deze was dus 3 euro. En als laatste heb ik nog een jas. Jasje. Gewoon een leuk dingetje voor eroverheen. En deze is zo. Hoe cute. Like, how cute. Hij is echt super zacht. En lekker dun. I love it. Ik hou niet van dikke jasjes. Gewoon lekker dun. Oké, deze vind ik echt heel leuk. Het was 17 euro en ik had in maat M, want maat S was er niet meer. Je merkt ook wel aan de mouwen dat ze iets groot zijn. Ik heb hem ook opgestroopt. Maar op zich vind ik dat ook wel gewoon wat hebben. Dat het gewoon lekker een beetje zo nonchalant is. En je kan natuurlijk ook gewoon de mouwen zo opstropen. Voor, ja, als je het gewoon normaal wil dragen. Ik heb hem nu gewoon geknoopt. Maar je kan het ook gewoon als jasje natuurlijk eroverheen doen. En ik vind het eigenlijk ook wel leuk staan zo met een bikershort. Maar ja, hij is verder echt super leuk. En hij is super zacht. Dat is echt niet normaal. In ieder geval, dit waren alle items die ik had. Het is echt een bizarre zooi hier. Maar het maakt niet uit. Ja, ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Ik zal sowieso al linkjes in de beschrijving zetten. En als je nog vragen hebt, kun je sowieso hier beneden stellen. Ja, ik vind deze video's altijd super fijn om te kijken. Omdat Shein toch wel echt zo'n website is waar je niet zo snel op zou bestellen. Omdat het, ja... Het is super goedkoop, komt het wel aan. Nou, bij mij was het erg super snel. Dat is er sneller dan dat ze zeiden. Maar ja, je hebt toch altijd een beetje zo'n twijfel van... Gaat het wel goed komen? Is de kwaliteit wel goed? Nou, kwaliteit is niet goed. Maar ja, weet je... Je moet ook niet verwachten dat je er jaren mee gaat doen. Je doet gewoon een seizoen aan, dan is het leuk geweest. En gewoon vooral voor uitgaanskleding en zo, ja, weet je, is prima. Ja, ik ga sowieso vaker dit soort video's maken, want ik vind het echt super leuk. Ik ga denk ik ook gewoon een keer bikinis daar bestellen. Gewoon heel veel bikinis bestellen voor de zomer. Kijken of het leuk is en of het past. Dus ja, vergeet zeker niet de beschrijving te checken met alle linkjes erin. Vergeet ook niet te abonneren, notificatiebel aan te zetten. Een duimpje omhoog als je vindt dat ik doorgaan moet gaan met de vlogs. En de video leuk vond natuurlijk. En de outfits leuk vond. En ja, vergeet me ook niet te volgen op Instagram. Die was ik vergeten. Dat is @saravervoerd. En ja, ik plaats hier eigenlijk best wel vaak op. Ook YouTube gerelateerde dingen. Dus ja, wil je me volgen? Don't forget to follow the bitch. Nee, oké. Dat slaat echt weer fucking nergens. Heel erg bedankt voor het kijken. En dan zie ik je de volgende keer weer. Doei doei. Ik heb het zo... Fucking heet. Ik ga deze troep nu op hem lekker eten.